Dan laten we maar eens beginnen met een raadsel wat al een aantal maanden bij ons speelt. Dus hoe zeg je nou je naam? Is het Dante of Dante? Dante. Dante dus. Dante Rigo, wel te verstaan. Een hele gewone 17-jarige jongen uit België die mee is met Jong PSV op trainingskamp. Normaal gesproken zien we hem op het middenveld bij onder 19, maar nu dus bij de pittige trainingskamp in Oliva. Ja, we hebben veel getraind en het zijn ook best pittige trainingen. Dus we voelen het wel, denk ik, met z'n allen. Maar ik denk dat we hier de vruchten van plukken en dat we hier sterker uitkomen voor het tweede deel van het seizoen. Als je kijkt, accommodatie hier vlakbij het strand, mooi hotel. Best vaak goed weer. Helpt dat allemaal mee? Ja, ik denk dat het veel beter weer is als in Nederland. En dat we hier ons echt kunnen focussen op onze trainingen en alles wat er rondspeelt. En dat we daardoor beter kunnen voorbereiden. Ja. Tijdens de momenten dat we vrij krijgen, zitten we meestal op de kamer. Gewoon onze rust nemen, een beetje slapen. En gisteren zijn we lekker naar de jacuzzi en het zwembad geweest. En dan gewoon op het goede moment eigenlijk. Dat vele trainen, normaal gesproken ben je vaker te zien bij onder 19. Nu weer een stapje hoger. Is het moeilijk om aan te poten? Ja, je ziet wel dat het niveau iets hoger ligt als bij onder 19. Het is feller en alles gaat een stapje sneller als bij onder 19. Maar op zich lukt het wel heel goed om aan te sluiten bij deze groep. Had je dat van tevoren verwacht dat die aanpassing zo zou gaan? Ja, ik had wel al het idee van dat ik mij zou moeten kunnen aanpassen aan het niveau. Omdat ja, ik denk wel dat ik er toen in staat ben om dit bij Jong PSV ook te doen, wat ik bij de A1 doe. Dus ik dacht wel dat het ging lukken, ja. Rigo is een van de weinigen die nog niet heeft gespeeld voor Jong PSV. Een divers team met onder andere een Peruviaan, IJslanders, Montenegrijnen en ga zo maar door. Ondanks die diversiteit merkt Rigo wel dat het één hecht team is. Ik voel het wel het één team, dus ik denk dat iedereen heel veel voor elkaar over heeft. En ik denk dat als iemand iets zegt, dat de meesten ook wel gewoon luisteren. En natuurlijk hebben de jongens die iets ouder zijn, hebben iets meer inzicht. En wij luisteren daar gewoon naar. Als je kijkt naar de training van vanochtend, het toernooitje, dat ging er flink op. Het is heel veel arbeid, heel veel werken, maar ook heel veel lachen. Is dat een beetje de combinatie die nodig is om goed verder te gaan de rest van het seizoen? Ja, ik denk dat de combinatie is, want ik denk als alles zo goed gaat, dat we dan echt één team worden en dat we dan betere resultaten kunnen halen als in het voorgaande seizoen zelf. Als we jou zien in het veld en ook op trainingen, je bent een beetje een wat stiller type, zou je jezelf zo ook omschrijven? Ja, ik ben meestal een rustigere jongen. Ik ben iemand die meer luistert dan zegt, zeg maar, en die het dan ook gewoon uitvoert op het veld zelf. Ik heb twee voorbeelden, dat is dan Pirlo en Iniesta. Omdat ze hebben allemaal bij een heel mooie carrière uitgebouwd. En ze is ook mijn type speler. Dus ik denk, als ik zo goed kan worden als hun, dat ik dan heel goed voorsta. Dat zou inderdaad heel mooi zijn. Wat ik net zei, je bent een beetje wat stiller, dat zeg je zelf ook. Daarnaast lijkt je ook wel een beetje een coole kikker. Heb jij ooit last van spanning? Daar heb ik zelf of nooit last van eigenlijk, nee. Dus ja, elke wedstrijd is voor mij eigenlijk hetzelfde wat nou een vriendschappelijke wedstrijd is tegen een amateurteam of een Champions League wedstrijd. Dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Elke wedstrijd is hetzelfde en je moet ook altijd hetzelfde ding gaan. Zie je dat als iets positiefs? Ik denk dat dat positief is, ja, geen stress hebben. Dus gezonde stress mag wel aanwezig zijn, maar ik denk stress, dat het verlamming toeslaat, dat niet de bedoeling is. Ondanks dat hij nog niet heeft gedebuteerd voor PSV, mag Rigo wel een echte PSV'er genoemd worden. De Belg zit al sinds 2007 in de jeugdopleiding en kent de hertgang dus wel door en door. En elke jeugdspeler heeft natuurlijk dezelfde droom. Spelen in het Philipsstadion. Ja, ik ben echt PSV'er aan het worden. Ja. Ik ben nu al 9 seizoen in de jeugdopleiding. En mijn doel is om gewoon het eerste team te halen. Ik denk dat vanaf de E zit ik hier. En als ik dan het eerste team haal, dat wel mooi zou zijn. Ja. Want hoe gaat dat dan? Een kleine jongen uit België wordt dan gescout. Ja, en dan is het toch wel een hele afstand, lijkt me. Ja, voor mij thuis is het 1,5 uur rijden naar Eindhoven. En ja, vroeger werd ik gewoon elke dag op en neer gebracht. Maar nu is het gewoon 3 dagen in de week in een gastgezin in Valkenswaard. En dat is meer rust en dat is ook veel beter voor mij. Dat ik dan meer kan concentreren op school en voetbal. Was dat moeilijk om dan in zo'n gastgezin te komen? Nee, eigenlijk helemaal niet, want ik zit bij gastgezin in Marcel Hover. Die is materiaal aan mijn eerste team, dus die kent het wereldje wel. Dus die weet wat ik ervoor moet doen en wat ik ervoor moet laten. Dus dat was helemaal geen aanpassing voor mij. In het begin van 2016 dus met Jong PSV in Spanje. Maar de gedachten gaan vast nog wel eens terug naar vorig jaar. Want 2015 was in het geval van Dante Rigo echt een topjaar. Ja, het is een jaar met heel veel hoogtepunten geweest, zowel bij PSV als bij het nationale team van België, 3e geworden op PK.
Ik denk niet dat veel mensen dat kunnen zeggen. En ook bij PSV, een goed jaar achter de rug door in de Champions League kampioenspoelen. Dus ik denk dat 2016 probeerde even goed te doen. Nu zijn we dan net begonnen in 2016. Heb je daar bepaalde doelen voor? Ja, gewoon verder blijven ontwikkelen zoals ik bezig was in 2015. En gewoon proberen minuut te maken bij Jong. En dan zullen we verder zien wat 2016 brengt. Hier is het mooi. Het is heel hard trainen. Heb je ook tijd om te genieten hiervan? Ja, heel weinig. Maar ik denk dat achteraf zo zal ik er wel van genieten als ik terug ben. Dan weten we waar we staan, waar ik sta. En ik denk dat we veel sterker hier ook uit kunnen komen. En dat ik dan wel geniet, zowel op het veld als naast het veld.